Welkom bij Sterrenkijken in de Stad. Een wat ander begin vandaag. Maar als je meer wilt weten over de ruimte, sterrenkijken als hobby of astrofotografie, dan ben je hier aan het juiste adres. Vandaag wil ik wat buiten laten zien. We gaan namelijk met deze kijker een foto van de maan maken. En wat daarbij natuurlijk wel erg belangrijk is, is hoe je correct scherp stelt. Daarom gaan we vanavond een Batinov-masker gebruiken. Deze schijf met dat vreemde patroon erin is het Batinov-masker. Dat kunnen we straks zo aan de voorkant van de telescoop plaatsen. Dat zal ik wel laten zien. Maar door dat patroon op deze schijf ontstaat er, als je een foto neemt of een video door het Batinov-masker met je telescoop, een bijzonder patroon wat je gebruikt om scherp te stellen. Zoals je ziet zitten er aan dit Batinov-masker drie pootjes. Die kun je van binnen naar buiten verplaatsen. En daardoor kun je verschillende maskers bij verschillende telescopen gebruiken met verschillende diameters. Dit is geloof ik één voor ongeveer 70 tot 100 mm diameter lens. Ik heb nu de beschermkap van mijn telescoop gehaald. Dit is trouwens een 102 mm diameter lenzenkijker. En dan doe je de pootjes aan de binnenkant van de kijker. En als je hem aanduwt, dan zit hij er dus zo helemaal op. De kijker staat nu klaar om gebruikt te worden. En uiteraard, zoals we hebben geleerd, is hij netjes gebalanceerd in beide assen. Dus ik hoef maar met het allerkleinste duwtje te geven en hij gaat vanzelf de goede kant op. Uiteraard hebben we ook de zoeker netjes gelijk gezet met het beeld op de camera. Wat wat lastig inzoomen is. Maar we hebben de maan netjes midden in beeld en ook in de zoeker. De volgende stap is natuurlijk dat je scherp stelt. Als we een foto van de maan willen maken, kun je natuurlijk gewoon op de maan zelf proberen scherp te stellen. En dat kun je natuurlijk doen door bijvoorbeeld ook in te zoomen op het live view beeld van de camera. Als je zekerder van je zaak wil zijn, kun je natuurlijk ook een felle ster nemen en kijken wanneer deze het meest in focus lijkt. Als je dan ook weer inzoomt in de live view, kun je dat het beste doen. Als je nu echter het Batinov-masker erop zet en je zou dat van dichtbij bekijken, dan zie je dat je een soort kruis krijgt met daar een rechte streep doorheen. En als je je focus verandert, beweegt die rechte streep ten opzichte van dat kruis. Je hebt focus bereikt wanneer je het rechte streep precies in het midden van het kruis hebt. Ik zal een foto toevoegen van een uiteindelijke kruis als het echt in focus is. Dit is dus de maan in focus nadat ik het Batinov-masker heb gebruikt. Hier zal ik ook weer een foto van toevoegen. Overigens maak ik deze video's en foto's terwijl er een gedeeltelijke maansverduistering bezig is. En dat kun je een heel klein beetje zien rechtsonder. Daar zit een beetje een donkergrijze vlek. Het is een verduistering in de bijschaduw van de aarde, dus het is niet echt zo'n zwarte happerhuid, maar meer een soort hele vage grijze verduistering. Maar natuurlijk wel grappig om zoiets vast te kunnen leggen.